Vandaag bij RTV Borne, Borne in beeld, zijn wij in gesprek, Jaap Westerman en Wim van Ofwegen, met Henk van den Berg. Hij is voorzitter van de raad. Hij speelt een behoorlijke rol in de gemeente, is van Borne nu. En we zijn benieuwd naar zijn meningen en hoe het in Borne gaat. Aanstaande zondag, Borne op zijn best. Het wordt weer een hele groot feest, wordt dat. Alvorens ik daar antwoord op geef, ja? Moet ik wel even wat rectificeren. Ik ben geen voorzitter van de raad, want dat is de burgemeester. Ja. Ik ben plaatsvervangend voorzitter van de raad en ja? Ik ben voorzitter van commissievergaderingen. Goed. Dus voorzitter van de raad is onze burgemeester. Ja, dat klopt. Eerder wie eerder toe. Ja, zonder meer. Ja, ja. Zondag is het beste van Borne. Ja. Dat gezegd hebbend. Nou, mooi evenement. Ja. Zetten we werelds Borne mee op de kaart, mm-hmm. denk ik. Mm-hmm. En degene die daarmee begonnen is, alle lof. Die hebben echt waar kunststukje uitgehaald van tegen alle stromen in. Naar een groot landelijk evenement te tillen met de Living Statues erin. Ja. En ik weet dat men in omringende dorpen, plaatsen echt met een vorm van jaloezie naar ons kijkt. Want het is een publiekstrekker, puur zijn. Dus een heel mooi evenement. Ja. En het blijft op niveau. Ik bedoel, de mensen blijven komen. Ja, nou zijn we als mensen allemaal een beetje gewoontedieren ook. Hè? Dus we kijken daar naar uit, naar dat soort dingen. We willen graag. Ja. Maar ik moet ook zeggen dat ze er elk jaar wel in slagen om ook voor elk wat wil ze te presenteren. En dat is niet onbelangrijk. Mm. Ik bedoel, je moet oppassen volgens mij, en dat doen ze prima, mm-hmm. om het niet, hoe moet ik het zeggen, om het niet stoffig te maken. Om niet te zeggen, weer hetzelfde. Er is een basis. Hè. We weten dat een aantal vaste dingen terugkomen, maar daarnaast, en daar werken veel verenigingen mee, dat is zichzelf ook prachtig natuurlijk, ook voor de saamhorigheid in het dorp. En ja, dat doen, volgens mij doen ze dat prima. Ja. Dat doen ze prima. Ja. Heel goed. Het beste, waarom blijven ze dat het beste van Borne noemen? Want dat, ik kan me nog herinneren, dat waren de wat kleinere opzetten. En dan werden echt de dingen die in Borne een rol speelden, werden naar voren gehaald. Maar jullie houden vast aan dat beeld. Ja, weet je, de organisatie, want ik weet niet wat je met jullie bedoelt. Mm-hmm. Maar het beste van Borne is niet van ons, hè. Dat is een organisatie die losstaat. Daar een bepaalde bedoeling mee heeft, die wij, politiek Borne, de raad, heel breedschalig omarmen. Hè? Laat het helder zijn, want met wat ik net zei, zou je ook, laat ik het maar zo zeggen, niet helemaal slim zijn als je dat niet zou doen, want heel Borne staat daar bijna achter. Mm. Dat merk je ook als een beetje weer is en je loopt in het dorp, dan heb je moeite om alles te kunnen zien. Hè, zeg maar. Ja. Maar waarom of het beste van Borne heet? Ja, je hebt het kind een naam gegeven. Mm. En volgens mij is het ook het beste van Borne. Want iedereen die er zit voelt zich op dat moment als die optreedt of wat dan ook, voelt hij zich gewoon de beste van Borne. Dus laat gaan. Laat gaan. Je bent in heel veel dingen komen we je ook tegen als degene die voor de kunst en voor de cultuur is. Die echt probeert om dat in Borne een vorm te geven en daar een plek aan te geven. Hoe komt dat zo? Dat je daar, want het afgelopen 12 jaar was het echt een beetje weggeëpt. Was er bijna geen aandacht voor. Zijn de evenementen heel sterk naar voren gekomen. Ja. Maar het, ineens was daar weer Borne nu, die even ingreep en zei van, we gaan dat weer eens aan de kaak stellen. Je moet ons niet te veel, ik hoor het graag, maar je moet ons niet te veel eer geven, hè, want dat hebben veel meer mensen in Borne gedaan. Mm-hmm. Maar we hebben wel geprobeerd het te benoemen. En vanuit welke drijf? Vanuit de drijf in elk geval de oprichters van Borne nu enorm betrokken waren en nog steeds zijn bij het culturele verenigingsleven, in welke vorm dan ook. Mm-hmm. En meer en minder, de een meer, de ander wat minder, maar kunst speelde daar ook wel een beetje een rol in. Het zei het een bescheiden rol. Maar we waren vanaf het begin dat we daarmee bezig waren, we waren ervan overtuigd
dat een zichzelf respecterende gemeenschap niet buiten die kwaliteiten kan. Hmm. Zeg maar. En dus moet je er ook plaats voor bieden. Ja. Maar dat, heeft dat ook te maken met het inzicht dat, dat tenminste, dat heb ik de toenmalige wethouder Velten wel eens horen zeggen, van dat kunst gewoon noodzakelijk is om het welzijn van je dorp, of het welzijn van ouderen en andere mensen er... Ja, de twee K's zijn kunst en cultuur. En cultuur. En dan schrijf ik cultuur maar even voor het gemak met de K, zeg maar. Mm-hmm. Die beide dingen, die maken, die verbinden een heleboel mensen. En mensen die daar niet mee te maken hebben, die onderschatten dat. Ja. En vanuit die onderschatting kun je ook heel makkelijk zeggen, ach, wat onzin. Of, joh, moet daar zoveel geld naartoe? Nou, daar gaat veel, lang niet genoeg geld naartoe. Want als je kijkt hoe breedschalig en hoe ver of dat ook weg is gezet in onze gemeenschap. Mm. En tot wanneer je dat ook kunt beleiden, zeg maar. Tot op hoge leeftijd, vanaf heel jongs af aan. Denk ik, ja, zou je, nou ja, eigenlijk moeten we dit gesprek helemaal niet hebben. Het moet vanzelfsprekend zijn dat dat er is. Mm. En als het aan ons ligt, is dat in Bonn vanzelfsprekend. Wij willen dat overal gewoon automatisch terug kunnen vinden. En als je dat zegt, moet je het ook belangrijk maken. Ja. En als je het belangrijk maakt, moet je het ook faciliteren. Ja. Nou, dat. En dat zie je in het onderwijs steeds meer gebeuren. Maar vooral voor jongvolwassenen is daar nog echt een plek waar kunstenaars en waar theater, muziek echt met mensen en met jongeren aan het werk kan. Of die betrokkenheid sterker. Exact, maar er is ook nog heel veel te winnen op dat gebied. Ja. En juist dat winnen, dat zou ons in Bonn moeten aanspreken. Want we hebben er alles voor. We hebben een prachtig cultuurhuis. Ja. We zijn op allerlei gebied cultureel gezien goed geoutilleerd, zeg maar. Mm-hmm. Ja, daar moet je er ook zeker op muziekgebied. Ja, zeker. En kennis is er voldoende in. Kennis zit en theater zou ook veel meer een plek kunnen krijgen. Hoe meer verbinding, hoe beter. Ja, dat moet je niet loslaten. Ja, dat. Dat moet je niet loslaten. Nee, dat klopt. Dat is zonde meer. Ja. het koetshuis leeft. Ja. Mag doorgaan. Ja. Heeft zijn eigen plek weer kunnen vinden. Kunstenaars zijn er blij om. Ja, wow. Fijn. Ja, dus het koetshuis wil ook komende 4 maanden kunstenaars die erbij betrokken zijn, presenteren we. Zodat het weer een beeld is van, het kan weer leven, het kan weer doorgaan op die manier. En dat is werkelijk wel goed. Ja. Nou ja, weet je, af en toe is het goed om met een wake-up call te komen. Ja. En vanuit, kijk, de bezorgdheid, want de bezorgdheid kwam natuurlijk ook vanuit de kunstwereld naar ons toe. Hè? Mm-hmm. Alle politieke partijen, niet alleen wij, zijn gewoon wakker geschud van, wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja. En hoe raar is dit? Mm. En als je er dan over na gaat denken, en daar hebben wij maar heel kort voor nodig gehad. Ja. Is, waar gaat dit over? Mm. We gaan een huis van Bonn realiseren. En daar hebben we nou heel toevallig dat mooie kleine koetshuisje ook voor nodig. Mm. Dat ging echt helemaal nergens over. Het was een non-discussie. Hebben we in het begin zijn we er rustig over geweest. Totdat het echt serieuze vormen aan begon te nemen. Dat het geïntegreerd zou gaan worden in. Ja. En dat zou betekenen dat de functie die het had, dat die eigenlijk losgelaten zou moeten worden. En dat betekende weer dat een hele groep belangrijke mensen, maar we hadden net daarvoor dat blauwe verbonden en noem al dat soort dingen, maar gaat die allemaal in verbinding kunnen worden gebracht, ook met zo'n koetshuisje. Daar zou je de grond onder weg slaan. Was ondenkbaar voor ons. En toen, en dat heeft geresulteerd dat wij het college enigszins onder druk hebben gezet door de vraag te stellen die we gesteld hebben. Zeg maar. Van joh, eigenlijk hebben we gezegd, waar ben je nou in vredesnaam mee bezig? Mm-hmm. Waar gaat dit over? Mm-hmm. En hoe denk je het dan? Ben je het met ons eens dat dit absoluut niet kan? Ja. Nou ja, het antwoord was vrij snel helder volgens mij. Ja. Maar kunst kost wel geld natuurlijk. Ja, klopt. Hè? Gaat er ook meer geld straks naar de kunst? Dat weet ik niet, want dat kan ik nu niet zeggen. Want als ik dat zeg, als ik wat zeg, dan maak ik dat graag waar. Wij zullen in elk geval niet onwillig tegenover het feit staan. Want ik heb net al gezegd, als je wat wilt, moet je het ook faciliteren. En een van de manieren om te faciliteren is geld. Maar we weten allemaal, we kunnen ook maar 1 keer geld uitgeven. En we zitten er niet al te breed in Bonn. En er moeten hele belangrijke keuzes gemaakt worden. Maar het kan niet zo zijn dat er geen financiële keuze gemaakt wordt voor kunst. Want je moet niet aan de ene kant zeggen, we gaan dit doen. En aan de andere kant zeggen, maar voor de rest moet je maar redden. Dus dat gaat niet samen. En daar zullen wij in elk geval, daar gaan wij ons aan verbinden, zeg maar. En daar hang ik geen bedragen aan, want daar moeten plannen aan de grondslag liggen.
en goede ideeën. En als er goede ideeën komen, zullen ze gaan wij ze op waarde beoordelen. Ja. En als wij vinden dat daar een rol voor de gemeente is om dat ook te faciliteren, dan zullen we ons daar druk voor maken, 100%. Maar ik denk op zich al dat als er meer samenwerking was en ondersteuning vanuit de gemeente van wat doen jullie, waar hebben jullie, wat is er aan de hand, wat missen jullie, dat is nou ook al in de cultuurnota naar voren gekomen. Maar dat is het goede. En dat zijn al dingen die als die meer gefaciliteerd worden, dan maak je het ook voor de kunst aantrekkelijker om subsidies binnen te halen, om andere dingen aan te spreken, om samenwerking te zoeken waarop het... Ja, aantrekkelijk wordt ook maar ook door geld. Eigenlijk maak ik wel een hele logische verbinding naar die cultuurnota met dit zeggend. Want wij zijn enorm blij met de cultuurnota zoals die er nu in elk geval in de grondslag ligt. Ja. En ja, kun je dat nog fine-tunen natuurlijk. Mm-hmm. En kun je daar nog wat van vinden? Dat gaan we zeker doen. Ja, ja. Maar de weg die deze cultuurnota heeft ingeslagen, en het heeft even geduurd, maar het is ook verdraaid niet makkelijk. Ik heb zelf in den beginnen ook bij de gesprekken gezeten met alle groeperingen van de cultuur. Ja. Vanuit de vorige raadsperiode, zeg maar. Ja. En dan ondervind je ook gelijk, A, onderken je prima wat het wensenpakket is, maar B, ondervind je ook, zeg maar, waar het elkaar tegen de haren in strijkt, mm-hmm. Waar het tegenstrijdig is. Ja. En hoe kreeg je dat nou bij elkaar? En dat niet in een dag geschreven is, daar heb ik altijd begrip voor gehad. Mm-hmm. Maar ik moet wel zeggen dat wat er nu ligt, ja, dat is in de basis, daar kunnen we cultureel wonen, daar kunnen we wat mee. Ja. En willen we dat nog fine-tunen? Dat zullen we zeker links en rechts moeten. Mm-hmm. Maar iedereen wordt erin aangesproken. Daar gaat het om. Iedereen die vindt er ook zoveel. En dan zijn er maar we moeten ook niet aarzelen met elkaar. En dan zeg ik heel bewust met elkaar tussen grote aanhalingstekens. We moeten ook niet aarzelen om te zeggen. Als we in 2025 achter het feit komen dat dingen niet helemaal gaan zoals we ze in de cultuurnota bedoeld hebben. Ja. Dat we daar dan ook bovenop zitten. Zeg maar. Daar hebben we als raad ook een rol overigens. Ik bedoel, en die rol die ligt als raad vooral in de signaalfunctie. Mm-hmm. Het oppakken van die signalen en daarmee zeg maar de juiste kanalen bewandelen om te kijken van hoe kunnen we dat nou fijn tunen. Maar daar moeten we waakzaam in zijn. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat een groot deel van de raad dat ook zal zijn. Ja, ja, geloof ik al. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Even naar jullie bronnen nu. Mm-hmm. Want jullie zijn wethouder kwijt. En toen dachten wij, of hij dacht vooral... Ik dacht eigenlijk van, de fractievoorzitter zit er al een eeuwigheid. En die zou misschien best wel zover kunnen zijn dat hij denkt van... Nou, ik zou ook wel eens wethouder kunnen spelen. Weet je hoe dit klinkt? Dit gaat dinosaurusachtig voelen. De fractievoorzitter zit er al een eeuwigheid. Nou, de fractievoorzitter die heeft geen enkele ambitie gehad. In het verleden niet en nu niet. De mogelijkheden die zijn er zeker geweest. Ik heb nooit de ambitie gehad om wethouder te worden. Of het had zo moeten zijn, toen wij Bonnen nu formeerden, hebben wij mijn compaan Martin en ik hebben tegen elkaar gezegd, mocht het zo zijn dat wij gaan meeregeren en er komt een portefeuille zeg maar, die helemaal op mijn lijf geschreven is, en daar had dat heel groot sportcultuur op een heel hoog niveau in moeten zitten, zeg maar. Dan wil ik het overwegen. Maar voor Martin was dat een hele mooie portefeuille. En ik heb heel graag gezegd, nou, maar dan word ik fractievoorzitter. Dat vind ik nou wel net zo mooi. Mm. En dat resulteerde in het feit dat ik daarnaast dingen kon gaan doen. Voorzitterschappen, daar hebben we het net over gehad. En dat soort zaken. Die ik ook heel erg leuk vond om te doen. En die mij ook wel een bepaalde rol gegeven hebben. En dus heel veel voldoening. Mm-hmm. En ik weet ook niet, in alle eerlijkheid, of ik nu ik denk wel dat dat de meest geschikte wethouder van Bonnen nu de gezeten heeft, zeg maar. Als je dat afmeet tussen ons tweeën, hebben we toen de goede keuze gemaakt. Want mijn lontje is beduidend korter en mijn geduld is ook veel minder. En als je ambtelijke wegen loopt, en dat heb ik wel geleerd in al die jaren. En soms heb ik het er nog moeilijk mee, maar ambtelijke wegen zijn gewoon beduidend minder snel als in het bedrijfsleven. En ja, daar moet je wel tegen kunnen. En daar heb ik best wel eens van gedacht van, joh, wat moet dat nou? Ja. Ja. Dus nee, ik denk dat het heel goed is gegaan en ik heb nu ook de ambitie niet gehad. En gelukkig was een van onze fractieleden, Arthur, die had sterk die ambitie. En nou, het is voor onze afweging geweest en in alle eerlijkheid hebben we gekeken naar kwaliteit. Denken wij dat we kwaliteit kunnen leveren vanuit de bestaande fractie?
Of moeten we kwaliteit inhuren? Want wij willen in het college volwaardig vertegenwoordigd zijn. Op een kwalitatief sterke manier. En de een is absoluut als mens en in hoedanigheid anders dan de ander. Maar uiteindelijk gaat het om de dossierkennis en de manier waarop of je, zeg maar, in het belang van de raad je opdracht vervult. Nou, en ik ben ervan overtuigd dat we met Arthur een wethouder hebben. Zeg maar, ja, en we moeten hem ook de kans geven, hè, want iedereen moet zich... Hij loopt 6 jaar mee als gemeenteraadslid. Hij weet goed hoe de wegen lopen. Hij weet ook hoe de haasjes erop huppelen. En nu moet dat vertaald worden in hoe ben ik nu dagelijks bestuurder. En nou ja, dat is even een vertaalslag. En die vindt hij ook, ben ik van overtuigd. Ja. Dus, maar ik had de drive niet. Over Barnemenu gesproken. Ik kwam nog iets tegen in jullie verkiezingsprogramma. En vond ik een motiemarkt. Ja, en dat is een hot item op dit moment, kan ik je zeggen. Wij wilden een motiemarkt. En wat is een motiemarkt? Een motiemarkt is dat de willekeurige groepering Bonze Burgers binnen de raad met moties kunnen komen over zaken die zij graag gerealiseerd zouden willen zien. Dat is een motiemarkt. Maar die markt die wordt door jullie, zeg maar, bestuurd. Dus je kan bij wijze van spreken, bij jullie kan je een idee inbrengen. Nee. En jullie maken daar een motie van. Die motiemarkt, dat is een soort politiek beraad, waar alle politieke partijen ook gewoon bij aanwezig zijn. Dan komt er een groep die zegt van, joh, luister, we willen graag, we hebben dat en dat idee, kunnen we daar A, draagkracht voor vinden en B, hoe moeten we dat dan aanpakken? En vanuit die, dus het is eigenlijk inbrengen van ideeën, rechtstreeks richting naar raadsniveau, zeg maar. Dus daar gaat geen ambtelijke zeggenschap aan vooraf en onderzoeken. En dan vanuit de raad, de motiemarkt, die gaat dan vanuit de raad met een opdracht terug naar het apparaat van, joh, kijk nou eens of, noem maar, kijk nou eens of het speeltuintje op de hoek van die en die straat, voor die en die, of dat nou haalbaar is of niet haalbaar is. En als het niet haalbaar is, willen we graag weten waarom niet. Mm. En daar zoek je, net als in de raad zelf, daar zoek je dus politieke meerderheid voor, om dat dan ook vervolgens te kunnen doen. Dus je gaat er natuurlijk pas het apparaat mee in als je weet dat je politiek meer dan de helft van je raadzetels aan steun hebt. Mm. Maar dat is een motiemarkt. En wat, die is er nog niet. Die hebben wij, die stond in ons verkiezingsprogramma, die hebben wij ook ingebracht, zeg maar, in het formeren. We hebben hem besproken in het presidium. Het presidium is het college van alle fractievoorzitters. En daar hebben we vorig jaar is daarvan gezegd. Nou, daar is dus die motie. We hebben een motie ingediend in de raad. Die is omarmd om daarmee te doen. Alleen die motie is nog niet uitgevoerd. En hebben we vorig jaar van gezegd, laat het even on hold zetten. Op dit moment is de organisatie daar ook nog niet rijp voor. En deze vraag komt nu. Een van de eerste komende vergaderingen komt deze vraag bij het college van, joh, wanneer is de tijd rijp voor de motiemarkt? Want wij willen hem deze periode gerealiseerd zien. Een feitelijke toezegging hebben we daarvan en we willen het gerealiseerd zien, zodat de raad die in 2026 aantreedt een volwaardig instrument heeft om nog beter... En past dat ook beter in de... Kijk, als straks het Huis van Borne... Ja. Daar wordt heel erg gesproken over de synergie die er moet zijn tussen cultuurhoes en de ambtenaren. Ja. En in mijn ervaring met het koetshuisje en de ambtenaren... Wat je erg tegenkomt is dat ze niet naar je luisteren, want hun hebben al een plan. En ze vinden het wel leuk wat jij zegt... Maar je krijgt niet eens het gevoel van dat er naar je geluisterd wordt. Ik bedoel, ze hoeven niet per se jouw plan over te nemen, maar dat je gewoon communiceert met sterk punt van de motiemarkt, sterk punt van de motiemarkt is de omgekeerde volgorde. Dat je niet het werk van de ambtenaar voorgeschoteld krijgt en ziet, ja, wat hebben ze ervan gemaakt? En maar daar vind ik niks van en dat vind ik niks van. Maar dat je juist vanaf de andere kant via je bestuurders... het apparaat ingaat met een opdracht, een richting aan te naar om te zeggen, dit willen we, hoe gaan we het realiseren? Dus dat is, zeg maar even... Maar het is wel een hele andere wijze van denken. Ja. En ook van werken. Ja. En zullen onze mannen en vrouwen op het gemeentehuis daaraan moeten wennen? Nou, een aantal zeker.
Maar we hebben wel geluk. De verjonging, en dat bedoel ik niks geslechts, want uiteindelijk ben ik zelf ook van de oude garde, maar de verjonging, zeg maar. Dus ook het anders denken en anders opgeleid zijn. Vroeger werd een ambtenaar werd heel anders opgeleid, zeg maar. Vanuit een ambtenaar, dat was iemand. En weet je, die had een bepaalde statuur. Mm-hmm. Hoe er nu tegen. Ja, een ambtenaar doet, heeft een functie. Net als ieder ander, in welke baan dan ook. En ja, dat je op enig moment zo vast zit in een bepaalde denkwijze. Ja. Dat kan, maar dat zijn niet alleen ambtenaren, maar dat gebeurt in de fabrieken, dat gebeurt overal. Ja. Ja. Dus zo moeten we dat ook niet benoemen. Ja. Maar het gaat wel. Het heeft wel wat te maken met de processen. En dus, hoe komt dat? Hè? Kijk, als jij een opdracht krijgt als ambtenaar en je bent maanden en maanden bezig en je hebt voor jouw begrippen alles goed uitgezocht en je bent uiteindelijk overtuigd geraakt dat wat je aanbiedt in je stuk met één of twee alternatieven, maar dat er drie mogelijkheden zijn, dan is het ook wel, dat moeten we ons goed realiseren. Ja. Dan is het ook wel heel erg. Dan moet je van heel goede huizen komen. Wil je iemand dan op een ander denkniveau zetten? Nou ja, en is dat dan halstarrigheid? Nou, dat denk ik niet. Maar dat is wel. Maar ja, je hebt ook ambtenaren die nu al durven te formuleren van: ik ga eerst eens met de mensen praten en ik ga inventariseren wat er allemaal leeft. En dat is de moderne ambtenaar. En dan kijken van wat voor plan gaan we dan maken? En tijdens het plannen ook weer contact houden. Wat er aan de hand is. En om mensen mee te nemen. En dat maakt het natuurlijk veel leuker. Maar dat is de ambtenaar van deze tijd. Ja. Want wij zijn er. Wij. Alles wat in het huis van Borne, het gemeentehuis, werkt, is er uiteindelijk voor de Bornse burger. Mm-hmm. Het klinkt heel clichéachtig, maar dat is wel de waarheid. Ja. Zo is het. Ja. Nou, dan wordt het huis van Borne echt een zinnige plek. Op daar die ben manier. Ik van overtuigd dat het zo is. Ja. Ik ben er echt van overtuigd dat het is heel laagdrempelig, ja. Heel open. Ja. En ja, ook daarvoor geldt, we gaan er volgend jaar of over twee jaar in, want daar ben ik van overtuigd dat het gebeurt. Mm-hmm. Alleen, ook daar zullen we ons weg moeten vinden. Maar als je met deze visie met elkaar daarin wil aan beginnen, dan kun je natuurlijk praten en dan kun je ergens uitkomen. Je moet er helder in zijn. Een mooie conclusie om een beetje te stoppen, vind je niet? Ja, heel goed. Ben je tevreden? Ik wel. Heel goed. Ja. Dank je wel. Ja, ik heb het graag gedaan. We hebben even wat moeilijk een afspraak kunnen krijgen, maar uiteindelijk is het gelukt. De aanhouder wint. Complimenten. Ja. Goed. Heel goed. Borne in beeld brengt het grote en kleine nieuws uit Borne. Wij zijn te vinden op radio, televisie, internet en social media. Voor meer informatie kijk dan op borneinbeeld.nl.